Benny van Noord, gefeliciteerd. Je wint de wedstrijd tegen Excelsior 31. Je wordt koploper. Je bent man van de wedstrijd. En je bent jarig. En je maakt de winnende goal. Het is echt jouw dag vandaag. Ja, kun je wel zeggen, hè? Ja, dat is lekker. Was vaker op je verjaardag gescoord? Nee, ik hoorde net zelfs ook dat het nog in de 26e minuut was. Dus dat maakt het nog specialer. Je kreeg wel alle ruimte voor die goal. Ja, nee, ze waren in de zone aan het verdedigen met corners. En ik vind het sowieso niet zo heel slim, want je bent altijd te laat. Als die bal precies goed valt en het gaatje is er en je ziet hem, dan is het gewoon makkelijk scoren. Dus, en als je gewoon mandekking hebt, dan moet je gewoon voor zorgen dat jouw mannetje niet kopt. Dan kunnen ze ook niet scoren. Dus het was makkelijk. Na die 1-0 denk je, de ban is gebroken. Toch gebeurt dat niet. Waar lag dat aan volgens jou? Ja, waar lag dat aan? Ik denk toch een beetje dat de tegenstander ons ook niet echt het voetballen makkelijk maakte. Ze zakte echt helemaal in, ze maakte het veld klein. Baltempo lag soms een beetje te laag. We proberen het wel een baltempo hoog te houden, in ieder geval, dat dacht ik. Alleen het liep niet, die bal liep niet. En we zagen de vrije man te laat. Het was allemaal eventjes, ik miste ook de volledige scherpte, de volledige beleving. Dat vind ik raar, want je speelt voor het algeheel kampioenschap. Of in zaterdag natuurlijk, maar ik denk al verder. Maar ja, je speelt ervoor en je hebt de kans om kampioen te worden. En dan mis ik toch dat we met z'n elfen, dat we er vol gaan. En dat vond ik een beetje tegenvallen eigenlijk. Maar goed, mindere wedstrijden winnen, dat is ook een goed teken. Zeker, maar we moeten nog 8 wedstrijden en ik wil ze alle 8 winnen. Dus dan moet je nu ook gewoon scherp zijn. En dat moeten we nog 8 wedstrijden zijn. En dit zijn de moeilijkste wedstrijden, omdat je ziet, weinig beleving. Er komt ook minder publiek, dus die zweep je ook niet echt op. Dus je moet echt puur uit jezelf halen. Excelsior komt hierheen om een gelijk spelletje mee te nemen. Dat is moeilijk. Het was echt een moeilijke wedstrijd. Even over jouw inbreng, dan ga ik terug naar 17 minuten. Toen maakte jij een overtreding. De scheidsrechter floot tegen jou. En toen trapte jij de bal weg. De scheidsrechter rende naar je toe. En toen dacht ik terug aan de wedstrijd SVZ2 Rijnsburgse Boys. Toen dezezelfde scheidsrechter jou een rode kaart gaf. Heel onterecht. Nou ja, volgens mij is de beste man wel professioneel genoeg dat hij daar overheen is. Ik ben in ieder geval wel. Dus ik totaal zonder zwoegen, dat was gewoon prima. Heb je er dan niet aan gedacht dat deze man jou toen een onterechte rode kaart gaf? Wat toen eigenlijk 2 punten kostte uiteindelijk in die wedstrijd? Nou ja, trainer herinnerde me eraan. Ik wist het niet eens, maar niet belangrijk. Volgende week gaan we naar Spakenburg. Daar ga je volgend jaar elke week naartoe. 3 keer of 4 keer in de week. En je hebt er zin in, denk ik. Nou ja, ik wil gewoon winnen. Maar ik denk er nog niet eens over na dat ik volgend jaar 3-4 keer in de week heen moet. Maar het is pas voor latere zorg. Even over volgende week. Hou jij bij hoeveel wedstrijden jij speelt? Nee. Volgende week speel jij je 100ste wedstrijd in Spakenburg. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Ik dacht dat ik er nog niet was, maar blijkbaar wel. Gaat het dan weer vieren? Hou het erop? Ik hoop het. Ik hoop dat ik weer de winnende maak en dat ik belangrijk ben. Maar het liefst win ik gewoon met 5-0 hoor. En speel ik slecht. Maar we gaan gewoon winnen. Klaar.